Goedendag en welkom bij deze vijfde aflevering van het vierde seizoen. Deze aflevering één wedstrijd. We trekken terug naar zaterdagavond waarin Lanaken een derby op het programma stond in de derde provinciale C tussen FC Veldwezelt en Fortuna Smeermaas. Welkom bij LR Sport. FC Veldwezel tegen Fortuna Smeermaas is een van de derbies in de derde provinciale C. Afgelopen weekend stonden ze in Veldwezel tegenover elkaar voor een altijd wel spektakelvol duel. FC Veldwezel heeft ambitie dit seizoen en wil meedoen voor een van de promotietickets, een van de eindrondetickets in de reeks. Fortuna Smeermaas begon zeer sterk aan het seizoen met 9-9, leed pas vorige week de eerste nederlaag van het seizoen en is misschien wel in staat om ook een eindrondeticket te pakken. In de beker van België toonde het alvast zijn kunnen. Afgelopen zaterdag stonden ze dus tegenover elkaar. FC Veldwezel startte met veel ambitie aan het nieuwe seizoen, maar was vooralsnog niet een heel grote doen dit seizoen. Het startte met 5 op 12 en slikte twee weken geleden een eerste nederlaag op het veld van Umitspor Maasmechelen. De Lanakenaren willen snel naar boven klimmen en kunnen dat uiteraard alleen maar doen als er gewonnen wordt. Met de komst van de rivaal lijkt het ideale moment om met een overwinning aan te knopen. En die rivaal, dat is uiteraard Smeermaas. Smeermaas begon furieus aan het seizoen en wist na een sterke beurt in de beker van België het seizoen te openen met een 9-9. Op de vorige speeldag werd er in aanloop naar de derby verloren op eigen veld van Umitspor Maasmechelen. Smeermaas wilde die thuisnederlaag wegspoelen deze week. En hoe zou dat dan ook beter kunnen dan met een overwinning in de uitwedstrijd op het veld van FC Veldwezelt? Voor de wedstrijd werd de jeugd van Veldwezelt voorgesteld aan het talrijk opgekomen publiek, supporters met hoge verwachtingen dus. Een derby heeft ook altijd iemand nodig om de partij in goede banen te leiden en met Wesley Koenen was dat zaterdagavond in ieder geval het geval. In een erg gesloten opening duurt het lang voor we een goed uitgespeelde aanval op de mat zien. Na balverlies in de aanval kan Veldwezelt er wel eens uitkomen, maar Ospitalieri trapt iets te overhaast, waardoor Soeps niet al te veel moeite moet doen. Dan zitten we al halverwege de eerste helft waarbij kansen uitblijven. De wedstrijd is gelijk opgaand, maar zowel Veldwezelt als Smeermaas slagen er niet in om de doelmannen aan het werk te zetten. Wanneer Van Herle te veel ruimte krijgt, probeert hij Mergiers in de diepte te sturen. Met gevaar voor een eigen doelpunt weet Hustings het leer in hoekschop te ontzetten. Daartegenover weet Veldwezelt op het half uur ook iets te zetten. Ospitalieri wordt tussen de linies gevonden waarna de aanvaller richting het doel trekt. Hij weet zich ook tot een schot te dribbelen, maar Biller zit er goed tussen. De afvallende bal valt voor de voeten van Habeks, maar diens schot rolt naast. Het zijn opnieuw de bezoekers die aan de overkant opduiken. De diepe paas van Stassen is perfect in de loop van Remmers. Die zoekt zijn tegenstander op, kapt hem ook uit en komt ook tot een schot. Maar dat schot verdwijnt in de korte hoek naast het doel. Dezelfde Stassen die net de assist gaf, staat even later zelf aan het kanon. De bal belandt voor zijn voeten, maar zijn schot vliegt over de kooi van Silkens. Een goede mogelijkheid voor de bezoekers, maar de brilscore blijft op het bord. Vlak voor de pauze zijn we weer aan de overkant. Het is de thuisploeg die via Browns een kans krijgt op de openingstreffer, maar ook hij ziet zijn schot over het doel gaan. Zo krijgen we aan het einde van de eerste helft toch eindelijk wat doelgevaar te zien. Maar doelgevaar levert nog niet meteen doelpunten op. Bij de rust is het na een erg gesloten wedstrijd nog steeds 0-0.
En dus heeft iedereen goede hoop op een betere tweede helft. Een betere tweede helft in de zin van doelgevaar. De thuisploeg is de eerste ploeg die de neus aan het venster steekt. Browns wordt gevonden op de flank en heeft een scherpe voorzet in huis, maar Dane kan het weer niet in het doel verlengen. Een eerste serieuze dreiging voor het doel van de bezoekers levert IJzo na het eerste doelpunt op. Het begin lijkt veelbelovend, want nog binnen dezelfde minuut komt Smeermaas met een reactie. De steekpaas van Van Herle zet Stassen alleen voor het doel, maar gehinderd door een achtervolgende Dane vindt hij Silkins op zijn weg. En we zitten nog maar in de eerste 10 minuten van de tweede helft, maar aan de overkant duikt de thuisploeg opnieuw op. Deze keer vindt Dane met een prima steekpas Browns. Hij komt alleen voor het doel, maar zijn voorzet richting Geurs wordt door Soeps in het zijnet verlengd. Op die hoekschop kan Ospitalieri vrij koppen, maar het lukt hem niet om zijn kopbal te kadreren. Diezelfde Ospitalieri staat even later wederom aan het kanon. In aanloop naar een nieuwe kans voor Veldwezelt. De uittrap van Silkins belandt voor zijn voeten, maar Soeps gaat goed plat. We zitten in het laatste half uur van de partij en met de 0-0 stand nog steeds op het bord kan het nog alle kanten op. Veldwezelt trekt een aanval, maar wanneer de bezoekers het leer simpel kunnen opvangen, komt Van Herle aan de bal. Hij ziet Remmers op de rechterflank in de diepte lopen en zijn paas zet de aanvaller alleen voor het doel. Daar blijft hij rustig en plaatst hij het leer via de thuisdoelman tegen de netten. De bezoekende supporters zijn door het dolle heen 0-1. Reageren doet de thuisploeg op hoekschop. Panis kan vrijkoppen in de eerste zone, maar krijgt zijn kopbal niet richting het doel. We naderen stilaan de slotfase en de thuisploeg moet stilaan een slotoffensief inzetten om de achterstand nog om te buigen. Soeps kan een voorzet onderscheppen, maar moet het leer lossen. In de nastoot krijgt Ospitalieri het leer niet tussen de palen. De hoekschop die hij wilt, krijgt hij niet. Veldwezelt blijft de aanval zoeken en lijkt stilaan een gelijkmaker te verdienen. Verkennis met de prima steekpaas naar Buntings, diviseert de verste hoek, maar ziet het leer voor langs verschijnen. Smeermaas komt bij momenten moeilijk onder de druk uit, maar kan een tiental minuten voor het einde wel nog eens tegenprikken. Thijs bedient Remmers op de linkerflank. Die kan oprukken en probeert het van op een afstand. Zijn zwabberend schot kan ternauwernood door Silkins uit het doel worden gehouden. Ook op de daaropvolgende hoekschop krijgt Smeermaas de kans om de score te verdubbelen. De voorzet van Remmers wordt weggekopt en belandt bij Thijs, maar die krijgt zijn schot niet tussen de palen. We zitten in de laatste 5 minuten wanneer er een nieuwe bal voor het doel wordt gedropt. Smeermaas krijgt het leer niet weg en Geurt slingert de bal opnieuw het pak in. Daar wordt Soeps licht gehinderd, maar het spel gaat verder. Buntings vindt Blomert en die knalt de verdiende gelijkmaker tegen de netten. Een zware opdoffer voor de bezoekers die de overwinning zo even voor tijd toch nog zien ontglippen. 1-1. En de zege zien ontglippen in het slot is wat pijnlijk, maar helaas voor Smeermaas is de partij nog niet gedaan. In de voorlaatste speelminuut trekken de mannen van coach Hustings nog eens in de aanval. Na een lang uitgesponnen aanval krijgt Ospitalieri het leer in zijn voeten.
Kadreren lukt niet, maar het is Geraerts die de bal ongelukkig devieert en met een curve belandt de bal achter Schoeps tegen de netten. Grote pech voor Smeremaas dat zo met lege handen dreigt achter te blijven. 2-1. In de extra tijd krijgt Remmers nog een ultieme kans op de gelijkmaker, maar zijn vrije trap verdwijnt over het doel. En toch zijn de twee late tegentreffers niet de enige minpunten in het slot van de partij. De ingevallen Dirk staat pas enkele minuten op het veld, wanneer hij zijn tackle veel te laat en gevaarlijk inzet. Voordeel is er niet meer in de fase waardoor Ref Koenen de invaller bij zich roept. Na een iets wat gevaarlijke tackle krijgt hij in het slot nog een rode kaart onder de neus geduwd. Het is een jammerlijk einde voor de bezoekers dat zo in het slot alles uit handen ziet vallen. Het is de laatste fase van een derby die in de tweede helft meer te bieden had. Veldwezel toont zich door een laat slotoffensief het sterkste. Eindstand 2-1. FC Veldwezel pakt dus in extremis nog de 3 punten na 2 late doelpunten en buigt op die manier de 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. De reacties met voorop spelertrainer Koen Hustings. Eerste helft was een beetje zoeken van twee kanten, denk ik. Was de wedstrijd in mijn ogen volledig op slot, langs twee kanten. En dan onder de rust heb ik gezegd, jongens, gewoon dezelfde mentaliteit blijven opbrengen. Er gaan kansen komen. En dat is dan jammer dat je eigenlijk 0-1 achterkomt, eigenlijk, terwijl dat wij balbezit hadden. Dom balverlies in mijn ogen, waarin we niet goed stonden. En ja, dan, ze hebben jongens met remmers die daar dan optimaal van kunnen profiteren en dat is dan zuur. Maar ik ben heel blij als coach en fier dat we toch die mentaliteit zijn blijven opbrengen en dat resulteerde in een 2-0 overwinning, dus ik ben heel blij. Dat wel, maar het was niet echt een schone match, hè. Een echte derby match, maar skut. Ja, het is eigenlijk vorig jaar misschien iets hoger, maar het seizoen is nog lang, dus we zien wel. Het was toch wel wat stress denk ik van tevoren, maar dat is gezond, hè. Dus ik denk dat het goed heeft uitgedraaid uiteindelijk en toch over de 0-1 heen gekomen en dan voelt goed. Ja, want het was wel even schrikken denk ik op het duur toen die 0-1 viel. Hè? Ja, was ook tegen het spel in, vond ik zelf. Maar je ziet het als je met zo'n ploeg dan toch erover komt. Het voelde echt top. Oh, de sfeer bij ons is echt gezellig eigenlijk. We hebben een buitentop en zo, dus we kunnen nooit zeggen van er zal nooit geen sfeer zijn. Ook al verliezen we de match of spelen we dingen, het blijft altijd sfeer. Dus ja, we gaan altijd dingen zelf blijven. En we hebben nu een buitenvak daar, ja, wat je zegt, links in de hoek, langs de tribune. En we blijven altijd voor ons sporters sowieso staan, sowieso. Je bent hier ook met 15 mannen, de eerste elf die starten en de rest van de vier die op de bank zitten, die spelen even goed mee. En als je dan opkomt en dan zo'n goal maakt en je hoort alle fans, ze heeft toch wel een adrenaline kick, dus top. Op dat moment hebben jullie een punt, dan valt 2-3 minuten later nog uit de kluts die 2-1, ja dan is het helemaal geslaagd. Hè? Ja, dan kan zo'n avond eigenlijk niet meer stuk. Ik denk, nu gaan we ook goed feest vieren en dan helemaal in orde. Wat is de kracht van Smeremaas? Vriendschap. Wij zijn een vriendengroep. Wij hebben het niet gelijk sommige clubs. Wij spelen gewoon vriendschap. Ieder hetzelfde voor gelijk voor de wet. Dus. Ik heb voor de wedstrijd ook met Rocky gesproken. En ik heb eerlijk gezegd tegen Rocky gezegd, in mijn ogen hebben we 4 punten te weinig. In Zoetendaal hadden we niet mogen verliezen of niet gelijk mogen spelen. En tegen Vliermaal vorige week, ja, als je 88 minuten balbezit hebt en je krijgt 89 minuten, deksel op de neus, krijg je de 1-1 binnen, ja, dan is dat zuur.
Maar ik heb tegen de jongens gezegd, ons seizoen begint nu pas. Vandaag, deze week was gretig op training, mentaliteit staat goed. Dus ons seizoen is nu pas begonnen. We mogen eigenlijk een beetje teleurgesteld zijn in ons eigenlijk bestuur. Eigenlijk, wat we normaal gezien steken altijd vuurwerk af en zo. En nu dit jaar, ja, oké, goed, we hebben het laatste mogen afsteken, maar het is toch niet hetzelfde eigenlijk met een derby. Dus, ja. Maar ik ben wel heel trots en ik zal nooit veranderen. Van tweede blijven in Hardenier en ik woon hier 10 meter vanaf of zo. Dus ik zal nooit veranderen, nooit, nooit. Zo, deze vijfde aflevering zit er weer op. Ik wil u graag bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Dag.